Welkom op het kanaal, we beginnen weer met het primen van de oogleden en het idee vandaag is om een look te doen gebaseerd op, waar zo noem je het, grenadier, daar zo begint het goed, Black Opium van Yves Saint Laurent, want ik wilde hem al jaren en eindelijk heb ik hem en ik dacht, laat ik er een ooglook op baseren, want dat is hoe dingen bij mij werken. Dat heb je soms, je zoekt inspiratie en je komt op een spiegel draaien naar mij toe. Op een heel random punt uit. In ieder geval, het viel me op dat als je goed kijkt, dat hij een beetje een warm roze gloed aan de binnenkant heeft. Dus dat wil ik eigenlijk een beetje gaan kopiëren met dit palet. Het leek me namelijk ook leuk om een soort van challenge van te maken. Het is natuurlijk een duur parfum. Een look met budgetproducten. Goed, de primer is een beetje duurder, maar dat is Maybelline, dus ook niet super duur. En Catrice is super cheap. Dit is Pro Slim Neon... niet Neon Earth. Next Gen Nudes. Ik weet niet, een beetje een leuke tegenstrijdigheidschallenge ofzo. Ik wil hem nog ietsje meer roze hebben, dus die kleur ga ik aan de buitenste kant van de crease aanbrengen. Met een ietsje kleine kwastje, zodat ik hem ietsje gelokaliseerder kan aanbrengen en ietsje dikker ook vooral. De geurnoten van de parfum zijn trouwens, ik heb hem ook echt serieus, ik had er al heel lang samples van. Weet je, van die hele kleine flesjes, maar die waren natuurlijk zo op. Maar ik vond hem altijd zo duur. En toen ik nieuw werk zocht, toen ik wegging, dus bij mijn vorige baan, kreeg ik van mijn collega's onder andere een cadeaubon van de Ici Paris. En in combinatie met die cadeaubon was het ineens een stuk goedkoper. Dus dat heb ik hem toch maar besteld uiteindelijk. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk, parfum raakt bij mij eigenlijk nooit op. Dus het is een investering, dus zien we het maar zo. Ja. Maar de geurnoten zijn in ieder geval koffie en witte bloemen, geloof ik. Ik doe weer even de trucje waarbij ik een kwast tegen mijn ogen aanleg om een mooie strakke lijn te krijgen. En met een donkerbruine kleur ga ik dat doen. Maar goed, die geurnoten. Ik weet niet waar witte bloemen naar moeten ruiken. Of dat het nou een soort bloem is of witte bloemen in het algemeen. Want volgens mij ruikt de madelief toch echt anders dan een witte lelie. Maar oké. Ik ben geen parfumeur, dus ik zou het niet weten. Maar goed, in ieder geval, het is wel zo dat koffie is altijd goed. Ze omschrijven hem ook, geloof ik, als mysterieus en vrouwelijk en sensueel en dat soort dingen. De gebruikelijke termen voor parfum. In ieder geval, ik vind het echt een super lekker luchtje. Wel zo'n luchtje, mocht je nog niet vaak geroken hebben of nog nooit geroken hebben. Wel zo'n lucht die ik persoonlijk meer iets vind voor als je echt een feestje hebt of zo. Yeah, right in deze tijd. Of als je in ieder geval, weet je, gewoon fancy wil ruiken. Ik zou hem niet gewoon naar werk dragen, want... Ten eerste is hij daar een beetje duur voor. Ten tweede is het wel een behoorlijk zware lucht. Dus ik heb wel zoiets van... Ja, ik zou er zelf in ieder geval niet heel blij van worden als een collega letterlijk iedere dag met zo'n zware lucht aan zou komen zetten. Want als je er dan mee in de buurt zit, dan... Je gaat het ruiken, zeg maar. Wat wel het idee is van parfum, maar ik hou het dan zelf liever echt voor speciale gelegenheden. Dan even hier een wenkbrauwbot highlighter achteraan. Ook gewoon in een matte kleur. En dan een grote fluffy blender voor nog wat blendwerk. Dan voor het bewegend ooglid ga ik een liquid metal gebruiken van Catrice. Want weet je wel, als we een beetje extra willen zijn, dan moeten we het wel gelijk goed doen. En ik vind dit product altijd mooi om een beetje een cut crease mee te zetten. Laat me trouwens weten als jullie in de toekomst meer filmpjes willen zien van een make-up geïnspireerd op iets anders. Wat dan ook anders. Ik heb nu een parfum gebruikt, maar het kan bijvoorbeeld ook, weet ik wat, een frisdrank zijn, een plant, een smaak chips voor mijn part. Laat het me weten. Oh, en trouwens, als je niets wil missen van die toekomstige filmpjes, dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. En ik zou het ook heel erg waarderen als je dit filmpje zou willen liken. Want dat zorgt ervoor dat YouTube het vaker suggereert aan nieuwe mensen, dus het helpt me echt een hoop. Om eventjes die buitenste ooghoek te blenden met hetgeen ernaast ga ik er trouwens eventjes overheen met een andere liquid metal. Maar dan een meer fluffy kwastje, of nou ja, in mijn geval dezelfde kwast, maar de andere kant van het kwastje. Om te zorgen dat ik hem iets meer blend aan kan brengen. Zodat het gewoon een mooie overloop vormt eigenlijk. En dan nog even een eyelinertje eroverheen om het bij het budget te houden. En omdat ik deze een tijd niet gebruikt heb, ga ik de liner van de HEMA gebruiken. Alles wat ik gebruikt heb, kan je trouwens vinden in de lijst onder het filmpje, mocht je nieuwsgierig zijn. Goed, met de ogen er dus weer klaar, gaan we even het gezicht doen. Ik ga eerst eventjes mijn pony opnieuw vangen achter mijn kattenoertjes.
Anyway, de foundation wordt ook Catrice. Het is echt van het verraderlijke weer buiten trouwens. Oh, bijna foundation in mijn bek. Dat is niet de bedoeling. Echt van het verraderlijke weer dat je naar buiten kijkt en denkt, oh heerlijk zonnig, het is lente. En dan steek je één vinger naar buiten en dan vriest je er zo wat af, weet je wel. Ik vind dat altijd zo flauw, want ik heb zin in de lente. Ik hou van de herfst, ik hou van de winter, maar als het dan lang genoeg heeft geduurd, dan wil ik ook gewoon naar het volgende door. Dan ook even wat concealer. Ik had trouwens al wat concealer onder mijn ogen, want ik ben vanochtend al de deur uit geweest en ik ben ijdel. Nee, serieus, dat heb je echt. Als je iedere dag concealer draagt en je draagt het een keertje niet, dat mensen die jou vaker zien, die hebben dan echt zoiets van, heb je niet goed geslapen? En dan heb ik echt zoiets van... Dus vandaar, ik heb mijn oude, voor wie me al langer volgt op YouTube, losse haar. Ik heb mijn oude postbezorgspullen bij het postdepot afgeleverd, even bijgekletst met wat collega's die er toevallig waren. Ja. Want ik heb ze niet meer nodig, postbezorgspullen, want nieuwe baan, dus vandaar. Van de volgende stap ga ik waarschijnlijk spijt krijgen trouwens dat ik een budgetproof doe. Want meestal gebruik ik een lospoeder, zeker onder mijn ogen. Maar aangezien ik nou mezelf de challenge heb gegeven om dit budgetproof te doen, gebruik ik gewoon mijn Catrice Compact Poeder. Het is trouwens niet precies het Catrice poeder wat dan het probleem vormt, maar meer dat ik echt gewoon gewend ben aan een lospoeder onder mijn ogen en geen compact. Wat waarschijnlijk ook al niet helpt is dat dit poeder letterlijk bijna op is. Oké, tot dusver klaar. Dus ik ga eventjes terug naar de ogen om nou die eerst af te maken. Ik moet dus leren om niet zo hard in een palet te rammen dat het palet gelijk half dood is. Anyway, donkerbruin kleurtje op de zijkant van een plat oogschaduwkwastje. Die gaat onder mijn ogen. Alleen aan de buitenste ooghoek en dan blend ik het naar binnen toe. En dan pak ik een klein fluffy blendertje en de roze kleur. Een hele lichte roze kleur. En daarmee blend ik er eventjes voorzichtig overheen. En de binnenste ooghoek wordt dan een lichte shimmerkleur. Dan de waterlijn, die ga ik in het licht doen, want ik weet niet. Ik doe dat eigenlijk bijna altijd tegenwoordig. Ik vind het gewoon mooier staan of zo, denk ik. Dat en donkere waterlijnliner is echt heel irritant om te verwijderen. De wimpertjes wil ik voor het laatste bewaren, want daar ben ik wat apart mee van plan. Of liever gezegd, aparte wimpers. Dus wat ik nu eerst ga doen is eventjes mijn gezicht afmaken. En ik begin eventjes met een soort bronze contouring met mijn... grote fanbrush. En ook dit is weer een Catrice product. Tussendoor trouwens, uiteraard. Je hoeft niet dezelfde producten te gebruiken om deze look te maken. Als je juist geen budgetproducten wil gebruiken, maar voor luxe wil gaan bij een luxe parfum, kan je dat natuurlijk ook doen. Of als je, weet ik wat, gewoon een hele andere product hebt. Zoals gewoonlijk in ieder geval, gebruik wat je wil. Ik had twee opties voor mijn wenkbrauwen. Het ene was, ja, we gaan van contour niet naar blush, maar eerst naar wenkbrauwen, heb ik zojuist besloten. Het ene was overigens geen budgetproduct en het andere, ik moet mijn kwastje nog zien te vinden, daar was de spoelie. Ik geloof niet dat mijn hele oranje potlood nou echt heel flatteus gaat zijn bij een rozige ooglook. Dus in plaats daarvan ga ik een stift van Catrice gebruiken die op zich wel heel fijn is, alleen totaal niet de juiste kleurvorm is. En we spreken gewoon af dat we dat allemaal eventjes negeren, oké? Okay? Oké, ik geloof niet dat dit een bijster goed plan was, want je kan echt heel erg zien dat het niet de goede kleur is. Oeps. Ja, goed. We zetten ze in ieder geval eventjes met een wenkbrauwgel en negeren het verder. Terug naar de blush, daar kan een stuk minder mee fout gaan, want die is gewoon roze en dat past er gewoon bij. Is ook Catrice, maar wel super oud. Maar hey, ook oude, niet meer verkrijgbare Catrice is nog steeds budgetproof, dus dat scheelt. Dat is het voordeel van een ter plekke zelf verzonnen challenge. Je kan zelf de regels verzinnen. In ieder geval doe ik ook een roze highlight. Want again, pas bij de look. Dan maar gelijk eventjes een setting spray tussendoor. En dan doe ik gelijk eventjes de lippen. Zodat je eigenlijk kan zien hoe de look eruit zou zien met meer basic wimpers. Oké, voor de lippen ga ik eventjes een... pluisje ervan afhalen. En dan nog een oranje hebben ze. Een oranje lipstick een stukje overheen deppen, want ik wil hem wat warmer van toon hebben. Blend prima samen, want het is allebei Catrice Power Plumping Gel Lipstick.
bij verschillende formules kan je wel eens het probleem hebben dat het niet zo goed blendt. Dus let daarmee op als je dit soort dingen doet. Anyway, ik breng vervolgens eventjes een Catrice mascara aan. En ik ga hem niet heel opvallend maken. Want dadelijk gaan we de lashes laten zien. Oké, dus de wimpers. Omdat er bij het parfum ook uiteraard, zoals bij de meeste parfums, termen als sensueel en alles worden gebruikt. Dacht ik, ik ga voor Lace. Deze heb ik ooit gehad van een fotograaf waar ik vaak mee werk. En ik dacht, weet je wel, ze zijn hier perfect geschikt voor. Dus ik ga ze aanbrengen. Dit is de before. En de after. Deze zijn van Bourjois in samenwerking met Papercell. Nou is Papercell volgens mij niet echt goedkoop bepaald. Ook wel te begrijpen gezien hoeveel werk er waarschijnlijk in dit soort wimpertjes gaat zitten. Maar met dit soort dingen is het echt afwachten tot er een keertje een collaboration is van een of ander, weet je wel, budgetmerk met zoiets. En dan heb je echt zo duidelijk een collectie waar echt dit soort gems in zitten. Dus ja, dat was de laatste stap. We zijn klaar. En bij deze zijn we dan klaar. Mag de parfum er ook al gelijk bij? Hij ging half over mijn hand heen. Man, hij ruikt zo lekker. Anyway, dus ja, dit is een complete look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Nogmaals, als je het leuk vond, klik dan alsjeblieft de like-button. En vergeet ook niet te abonneren als je meer wil zien. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!